Goedemorgen mensen. Nou, we staan al in de steigers om te gaan fietsen. We zijn dus aangekomen op de camping waar Bart en Dieneke ook staan. Die we in Armachao de Perra ook hebben ontmoet. En we gaan nu naar Sines. En Bart en Dieneke staan hier al 2 dagen. Wij blijven 1 nachtje. Morgen wordt een hele lange rijdag. Dan gaan we zo'n 400 kilometer naar het noorden. Maar daar later meer over. Nu is het even wachten. Twee nachtjes. Oh ja. Huh? Oh ja, 2 nachtjes. Ja, ja, ja. Komende nacht blijven we hier ook nog. Ja. Ja. Dus en morgen wordt een lange rijdag. Dan gaan we meer naar het noorden toe. En nou, later daar meer over. Maar nu gaan we naar Sines. De wind trotseren. Ja, de wind trotseren. Er staat mega veel wind. Kijk, die boom is op de achtergrond. Maar ja, dat is leuk aan het strand, denk ik. Want dan kan je het straks mooi... surfen, kijken. Ik heb zelfs handschoentjes aan. Brrr, later. Meer. Hier nog een telefooncel. Wat een leuk straatje. Kijk eens even wat die palmen tekeer gaan, hè. Nee, kleding. Gaan we rechtdoor?
neemt even een lekker ijsje. Kijk eens even. Oh, jij zoet ook met iedereen, hè? Hey. 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 Je ziet. Ja, pardon. Hey. Dat lijkt me even uit. Zo. En dit is heel veel. Drie bolletjes en slagroom. Lekker bad. Geniet ervan, jongen. En karamel. Het is wel een hele mooie camping. Kijk, allemaal barbecue gelegenheden. Kan je lekker zitten. Mag je allemaal gebruik van maken. Het is allemaal maar weer netjes opruimt natuurlijk. Kijk. Kijk, je mag een tronnetje gebruiken. Ik zal zo eventjes het sanitair laten zien. Ze hebben een ontzettend leuk speeltuin en zwembad. Nou, ik denk als je hier met kinderen staat, dan heb je echt rust, denk ik. Kinderen kunnen lekker spelen. We gaan nu eventjes naar het... Waar gaan we nu naartoe, Bart? Nou, je kan deze weg helemaal uit... Nee, volgende. Volgende. En die weg helemaal uit. En dit is het sanitaire ruimte. Ja, nou, die... weer inlopen, is mooi. Ja. Laten we dat even doen. Hier links is de heer. Nou, gaan we eens even kijken. Zo, zeg. Nou, ik zeg maar niets. Brandschoon. Zo. Dat ziet er echt heel netjes uit. Keurig. Nou, zullen dit de douches zijn? Oh, de toiletten. Drie waas. En hier zag ik nog iets om te scheren, denk ik. Kijk, stopcontacten. Netjes hoor, toiletpapier. Nou, en ik zie hier, die zijn bezet. Ja, prachtig. Ja, dat is ook fijn. Soms heb je dat je je kleren niet kwijt kan, of dat je kleren op zo'n plankje weer zeiknat wordt. En nou ja, voor je shampootje. En een dingetje. En geen muntjes, hè? Of zo? Gewoon onbeperkt. Onbeperkt douchen. Ze doen mee met actie. Dus je kan met je actiekaart in het voor- en najaar er gebruik van maken. Oh, kijk. En heel belangrijk. Invalide toilet. Die is nu bezet. Super. Super geregeld. Heel mooi. En zullen ze voor de dames net zo'n mooie sanitaire ruimte hebben gemaakt? Wat denk jij? Ja. Over die kijken. Voor de dames ook. Wat is dit dan? Dit is de wasruimte. Oh, wasruimte. Afwassen. Oh, voor het afwassen. Nou. Kijk hier. Ja? Ja, dan kom je zo meteen natuurlijk, dus je rondlopen. Ja? Oh, kijk, daar kun je wassen. De was, voor de wasgoed. Handwas. Handwas. En hier. Als je de... En dan heb je hier. Wat voor? Oh, mooi. Drie wassers, twee droogtes. Keurig. Heel mooi. En dat werkt met. Je betaalt met je telefoon. Oh, oké. Okay. Met je bankpas of telefoon. Bankpas, ja. Nou, netjes hoor. Oh, kijk, en hier kan je je chemisch toilet lozen. Oké, dat moeten we dus morgenochtend, want we gaan morgenochtend vroeg rijden. We hebben morgen een rijdag. Dan gaan we naar een camperplaats. Wat wordt beheerd door Belgen. En dat is 400 meter. Ja, ik ga even zo lopen, want ik vind die huisjes ook mooi om even erop te zetten, Bart. Kijk, mooie chalets. Dus heb je geen camper of caravan, nou, huur je toch gewoon zo'n chaletje. Niks mis mee. En daar nog wat huisjes.
Nou, wat betalen wij nu op dit moment? €19,80. Voor een grote plek en €18 voor een kleine plek. Je hebt hier dus plekken met één bloem en met twee bloemetjes. Eén bloem is een wat kleinere plek als twee bloemetjes. Wat is dat erboven? Tenten? Oh ja. Dit is veld C, dat is voor de grote units onder ons. Oh ja, die hebben drie bloemetjes. Oh ja, kijk, en deze hebben we weer twee. Die hebben twee. Dit is 1980, dat ze iets over de 20 euro zijn. En die hebben drie bloemetjes, zie je? Dus dan heb je nog meer ruimte. En moet je meer betalen. En moet je meer betalen. Maar goed, dat is ook logisch. Maar mooie ruime plekken dan hoor. Dus ga hier met je camper even in. Ja. In die hoek, chemisch toilet. Oh, dus dat kan ik hier ook gelijk doen. Alles oh ja. Doen. Watertanken. Watertanken. Ja, van de slang. Chemisch toilet spoelen. En hier je grijswaterloze. En je vuil kun je kwijt. Nou, prachtig. Oh, dus het chemisch toilet kan ik hier gelijk doen. Hoef ik niet apart te doen. Handjes wassen. Goed verzorgd. Mooi verzorgde camping. En gescheiden afval, ook belangrijk. En heb je je grijs water nou geleegd? Ja, daar kan wel eens een geurtje vanaf komen. Weet even mooi doorspoelen. Zodat niemand er meer last van heeft, van jouw afval. En nu lopen we eventjes vanaf het chemisch toilet, of de servicepunt, even binnendoor. Market. Oh ja, onderuitlaat ja, veld. Supermarktje. Ja, die is nu gesloten. En dan heb je nog het zwembad. Maar die zal ik even vanaf de andere kant laten zien, denk ik. Maar ik zal dit er vast op zetten. Omkleedhokjes. Als je erin wilt nu, dan moet je sleutel halen. Ja. Oh, kijk, een leuk pierenbadje. Prachtig veld. Voor met kleintjes. Prachtig toch? Ah, echt een hele keurige camping. Zo. Nou, de zon nog, Bart. En de warmte. Dan nemen we een duik. En achter het zwembad heb je fitnessapparatuur. Dus je hoeft je helemaal niet te vervelen. Nou, papa en mama kunnen hier lekker zitten. En de kindertjes kunnen dan heerlijk daar spelen in het speeltuintje. Met rubberen ondermatten. En gras. Dus ja, wat kan er eigenlijk gebeuren? Schommels. Nou, en voor de stoere jongens en meiden onder ons. Kijk eens. Prachtig volleybalveld. Voetbalveld. Nou ja, korfbal. Geef het een naam. Ah, ik heb zelden zo'n mooie camping gezien hoor. Kijk, en papa en mama zitten daar dan lekker op het bankje en dan kun je daar lekker wat bestellen. Maar dat is nu gesloten. Nou, en voor de hondenliefhebbers, buiten het uitlaatveld. Kijk eens, kan je hond wassen. Goedemorgen mensen. Nou, wat heeft die wind lopen beuken tegen die camper aan. Moet je eens even kijken. We hebben bijna geen oog dicht gedaan. Het was echt storm vannacht. Maar goed, ook dat hoort bij het camperleven. En aan de kust staan. Wij
Wij gaan ons klaarmaken. We gaan vandaag een langere rijdag tegemoet. Want we gaan naar een camperplaats die wordt beheerd door Belgische eigenaren. Stel. En daar gaan we later meer over laten horen en zien. Kijk, hier word je nog geholpen. 1,674 betalen we hier in Portugal. Maar wel even van de snelweg af. Want vanmorgen hadden we getankt, was 1,79? Ja. 1,67. Oh ja. Ga maar even vol kloppen, zeg ik. Gereserveerd. Ik had gebeld. Monique. Fantastisch. Ja. Die mensen komen juist toe, maar we moeten even nog
het fietsen afnemen omdat ja. het even te ver vooruit komt nog. Ja. Misschien een klein beetje plasje gerust, een klein beetje daar. En we kunnen nog een keer een rondje doen hier even op het overplaats. Zet ik hem toch neer? Ja, natuurlijk. Ja, we moeten wat moet je dan? Oh, jij moet hier even wachten. Even wachten dat we hun klaar zijn. Ja. Goedemiddag, ik ben er nog niet. Oh, no.